Oussama Assaidi, Victor Elm, Michel Breuer en Hero brachten woensdag 28 september een bezoekje aan kinderen in het ziekenhuis de Tjongerschans om ze een onvergetelijke middag te bezorgen. De Kinderdag met een Lach was een initiatief van de Juniorkamer Heerenveen. We hebben dat gedaan omdat wij een kamer zijn, de Juniorkamer voorheen heette dat, die het belangrijk vindt om in Heerenveen of om Heerenveen iets te organiseren wat een maatschappelijk karakter heeft. Nou, dan is het natuurlijk leuk om te kijken van wat zijn er bedrijven of personen die iets met Heerenveen hebben. Nou ja, de sportclub is er natuurlijk een hele belangrijke van en het Tjongerschans heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol. Dus we hebben gedacht van nou, wat is dan leuk om te doen? Kinderen vinden we belangrijk om daarin te investeren. We zijn zelf ook allemaal jonge mensen. En toen kwamen we eigenlijk op het idee om dan iets te doen met een rondrit, met bijzondere auto's. Dus dat betekent dan dat we iets met Porsches hebben gedaan, klassieke brandweerauto's, dat we een meet and greet hebben kunnen regelen. Dus eigenlijk, ja, we noemen dat Kinderdag met een Lach, dat we een hele complete dag kunnen organiseren. Dit is natuurlijk voor de kinderen natuurlijk. En het is gewoon leuk als ze het leuk vinden dat wij er zijn. Dat is het belangrijkste, denk ik. Dat hun ervan genieten, daar gaat het vandaag om. En genieten, dat deden ze. Hero nam de kinderen mee naar buiten, waar prachtige sportwagens en oude brandweerauto's klaar stonden voor een rondrit door het Friese landschap. Victor, hoe is het zo'n dag met de kinderen? Ja, het is altijd leuk, vind ik. Ik krijg er altijd veel terug. Ja, het is een hele belevenis voor deze kinderen in een ziekenhuis, hè? Ja, het is heel goed dat iemand voor... Ja, dit soort van dingen voor de kinderen doen. Dus ik vind het heel belangrijk en heel leuk. Ja. En hier buiten een aantal prachtige auto's. Ga je ze ook een ritje maken? Ja, ik hoop dat ik moet met de brandweerauto meerijden. In wat voor auto zit jij? Brandweerauto. En hoe vind je dat? Leuk. Een Ferrari. Een Ferrari? Heb je daar vaker in gezeten? Nee. Weet je wat voor geluid een Ferrari maakt? Nee. Het geluid van een snelle Ferrari had niet alleen zijn werking op de kinderen, ook de spelers keken hun ogen uit. Kortom, een geslaagde middag, zo vond ook Oussama Assaidi. Ja, het is een hele leuke dag voor die kinderen en ook voor ons. Dan leer je dat niet iedereen het allemaal heel goed heeft. Nee, wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja, we hebben zeg maar met zieke kindjes gezeten en ze konden vragen stellen. Ja, dat vonden ze heel leuk en handtekeningen uitgedeeld. En die zieke kindjes gingen we denk ik met de auto ritje maken. En daarna nog bij de kindjes geweest die niet uit hun bed kunnen. Dus het is wel mooi om dit allemaal mee te maken.